chefsfriends.nl. Wij zijn verhuisd vanaf de Lange Veerstraat naar Spaarn 96. Reden daarvoor is eigenlijk omdat we een klein beetje uit ons jasje waren gegroeid op de oude locatie. Niet dat we daar ontevreden waren, maar dit kwam op ons pad en er was een mooie kans. En die hebben we gegrepen en vandaar deze prachtige locatie nu. We hadden 40 couverts op de oude locatie, dat was maximaal. En we kunnen nu maximaal 90 couverts kwijt. Dus dat is wel een ruime groei, laat maar zeggen. Dus ook wel leuk. En een groter team hebben we natuurlijk. Dus spannend allemaal. Ons concept bestaat eigenlijk dus, wat het al zegt, food and wine. En Ratatouille is eigenlijk een mengsel van mijn carrière. Van vroeger, sterrenrestaurants en waar ik allemaal heb gewerkt. En daar wou ik eigenlijk een gezonde mix van maken. Hè? Een beetje brasserie-stijl, maar ook niet helemaal brasserie-stijl. Toch wel weer luxe, maar niet helemaal met tafellinnen. En onze nadruk ligt nu echt op het eten en op de wijnen. Waar gewoon wat perfect moet zijn. En dat brengt zich ook weer terug in de prijs-kwaliteitsverhouding. Want bij ons kan je nog steeds een minuutje eten voor 35 euro drie gangen. Mijn kookstijl is eigenlijk Frans internationaal met moderne invloeden van buitenaf. Dan kun je een beetje de Indische kant pakken. Dan pakken we er toch wel een beetje bij om het een beetje extra spannend te maken. Dat zijn natuurlijk allemaal mooie smaakjes. Dus. Maar de basis blijft Frans klassiek. Mijn signatuur is natuurlijk het ratatouille gerechtje. Absoluut, dat is een van de. Daarnaast hebben we nog Koala to the Max. Dat is geïnspireerd van een kunstenaar. En dat is ook een heel gaaf dessert bijvoorbeeld. We hebben mooie gevulde piepkuiken met ganslever. We hebben allerlei mooie gerechtjes eigenlijk, ja. Onze nieuwe menukaart bestaat uit 8 gangen experience menu. Dat kan je met wine pairing doen. Daar hebben we een classic wine pairing en een exceptioneel wine pairing. Dus betere wijnen kun je ook drinken bij ons. We hebben ook een menu exceptioneel, dus 4 gangen. Daar gebruiken we alleen maar de beste ingrediënten zoals kreeft, wagyu, caviar, dat soort dingen. Dat is het duurste menu wat wij hebben hier zo. En daarnaast hebben we nu ook voor de vegetariërs een 4 gangen vegetarisch menu. Vooral een ontspannen sfeer willen we creëren hier zo. En daarna een soort wow effect creëren bij de gasten. Vooral met het eten en met de wijnen. Dat mensen denken van zo, dat je hier kan eten voor die prijs. Dat is wel heel erg geniaal. En dat is proberen continu naar voren te brengen. En vooral de gasten helemaal in de watten te leggen. Dat is ons concept eigenlijk. En ik denk dat dat niet anders moet zijn. ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chef's Friends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.